mij een idool toen ik klein was. Een trainer die ik gehad heb bij Feyenoord. Helaas maar 1 jaar samen mogen werken, maar ik heb ontzettend veel van hem geleerd. Een man met een fantastische carrière. Ik ben blij dat ik heel veel jaren met hem samen heb mogen spelen. In ieder geval een van de betere spelers waar ik ooit mee gespeeld heb. Maar ook een goede vriend geworden. En niet alleen wij tweeën, maar ook onze gezinnen. We komen elkaar regelmatig tegen op vakantie. En ik hoop ook deze zomer weer. Ja, ik denk dat het fantastisch is dat we niet alleen succes hebben gehaald als spelers onder elkaar. Met een mooie beker, maar natuurlijk de allerbelangrijkste, het kampioenschap in 2017.